open met de motor. In het vak opbokken. Dan weer afbokken. En weer weglopen. Okidoo! Cluster 2, korte slalom. Slalom op 3 meter. Nou, vast kerel. Ja, 3 euro. €20. Honda CBF 600. Deze motorfiets is geknepen tot een 25 kW motorfiets. Categorie rijbewijs A2. Klein beetje gas. Slippende koppeling. Achterremmetje erbij. Geweldig, hè? Linksom. Een Zweedse oefening. Een halve draai. Eerste versnelling. Trekkend voetrem. Doorkijken, doorkijken, doorkijken. Ja, rechteruit, dankjewel. Even een high five. Jazeker. Hopla. Heeft hij verdiend, hè. Halve draai rechtsom. Kom, doorkijken. Lekker. Nu verwacht ik natuurlijk weer een high five. Maar ik doe wat anders. Hey, lekker hoor. Hij heeft gelukkig een helm op. Denkbeeldige 8. Zelfde techniek als halve draai. Ander lijnenspel. Doorkijken. En rechteruit. Dankjewel Maarten. Jongen, dat is toch helemaal niks, joh. Je leert het echt nooit. Dat zal ik hem eens even vertellen. Jongen. Ongelooflijk. Dat is een hele mooie. Ik zet de vertragingsoefening neer. Goed, je mag nog één keer de uitwijk doen. Jongen. Jongen. Hij heeft het waarschijnlijk van zijn vader. Die kon er ook helemaal niks van. Jongen. Nou gaat hij een vierkantje draaien. We gaan eens even kijken. Ah, kom op zeg. Draait hij weer een rondje. Ik zeg, draai jij een vierkantje.
En wat doet hij? Hij draait een randje. Ongelooflijk. Hij leert het echt nooit. Ik vind het een beetje jammer. Ja, hij was jammer, maar ik vond het wel heel goed. Volgens mij ben je het van je vader, het motorrij, of niet? Natuurlijk. Ja, dat dacht ik al. Maarten komt aanrijden voor een precieze stop. 50 is er 3, 17 meters. Technisch goede remming. Ik vind hem geweldig. Maarten, de stoproef. Stoproef. Technisch goede remming met schakelen. Jammer van het linkerbeentje. Okido. Noodstop. Nog een keertje, let op je timing. Je was wel erg vroeg met je timing. De remming is goed, maar het gaat ook een beetje om de juiste timing. Een beetje helpen met je koppeling, hè? Kijk, dat is de techniek.